Wethouder Renske Helmer heeft dinsdagmiddag de windhaan van de Mariënburgkapel verwijderd. De kapel wordt momenteel gerenoveerd. Naast het glas en lood, het voegwerk en de lode groten wordt dus ook het torentje onder handen genomen. Ja. De renovatie gaat 10 tot 11 weken duren. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.